ik was meer zenuwachtig van hoe gaat het verlopen en gaat Daniel wel meewerken en hoe lang ging het duren. Goh, we hebben een moeilijke nacht gehad. Zo'n dingen was ik eigenlijk banger dan dat ik echt al bezig was met de foto's zelf. Puur omdat ik nog nooit een fotoshoot gedaan had. Zelf niet met baby, zelf geen dieren. Ik heb wel een keer gekeken op jouw website dan. En dan wist ik wel dankzij die zadelshoots dat ik wist van ze gaan wel weten dat ze met baby's werken als ze baby op zadel legt. En dat was het gewoon de andere dingen, ja. Kon ik ook al zeggen van ja, die kleuren, die achtergrond, die stijl. En ja, je wist al wat ik wou. Kwestie van ja, hoeveel foto's en welke kleuren. En met die haarbandjes en dan, ja, ik heb nog zelf een band met pareltjes. En ik moest het al bijna niet zeggen of je kon er al op inspelen van, dat ga je ook wel graag. En ik vond wel, ja, het heeft zeker een meerwaarde. Zeker voor volgende shoots. Jee, maakte het tijd. Ik heb weet, op het einde vroeg ik nog van, ah, zou je toch nog één keer foto's kunnen nemen met die doek, met die setting? Ah, geen probleem, dat kon allemaal. En dat was niet dat dat zo was van, oké, jouw tijd is om en nu moet je naar buiten. Ja, nee, ik was daar eigenlijk echt gerust in. Ik wist dat ik ging de resultaten nemen dat ik wou hebben. En bij jou heb je dan de reveal van de foto's. Je bent direct samen als koppel, je hebt direct de tijd ervoor gepland. En dan kies je ook direct al de dingen uit samen. Dus dan is het niet nog een keer apart en dit. En dan nog een keer bevestigen of welke had je nu genomen. En dan weet je ook samen wat je genomen hebt voor beide. En ja, dat vind ik, ik vind het vlotter lopen. Ja. Anders blijf je het soms ook maar aan de kant schuiven. Zeker nu met twee kindjes, heb je daar geen tijd voor. Als je zegt van ja, we zitten hier beneden, zijn we al bijna moe. Om ook te gaan rusten. En nu, ja, we gaan overdag, we hebben dat op zaterdag gepland. We gaan de foto's gaan kiezen, we gaan onze kaders gaan kiezen. We gaan het album, de foto's allemaal doen. En ja, het is vlotter. De kaders ook, omdat je omgeving meegroeit met wie dat jullie zijn als gezin. Dus je vervangt dat dan een keer. Je hangt ze dan een keer in de hang, je hangt ze dan een keer boven. En de nieuwe komen dan terug beneden te hangen of omgekeerd. Waar je ze het liefste hangt. Ik vind ook dat je genoeg cadeaus producten hebt. Dus zoals die accordenboekjes, dat hebben wij al genomen voor de grootouders. Vind ik ideaal. En die houten blokjes ook. Vind ik ietsje toepasselijker dan ook als cadeau om te geven dan een kader. Omdat je dan ook soms niet weet dan de mensen wat dat ze zelf willen. Maar dat is dan het ideale, zodat ze ook kunnen bijhouden en dan eventueel in een herinneringsdoos steken in de toekomst. Ja, fantastische service. En ook op professioneel vlak. Hè? Niet van qua producten of de tijd dat je moet wachten. Het is echt wie jij bent als fotografe. Jouw diversiteit, jouw geduld en jouw professionalisme. Dus dankzij de diversiteit weet ik dat je niet moet inzetten met één bepaalde stijl. Alles past er wel in. Het is ook veel nabewerking dat de mensen pas achteraf zullen zien van ah, inderdaad, het komt samen uit. Het loopt ineen. Jouw professionalisme, ja, omdat je meegroeit met jouw bedrijf, je staat niet stil. Telkens als wij terugkomen bij jou, is er wel iets veranderd in de zin van kijk, nu kan dat ook, of nu kan dat ook. En het is een frisse aanpak dat je het dan aanbiedt. Dus ja, jouw geduld, ja, met dieren en kindjes, dat is niet onderschatten. Heb je meer geduld soms dan met de peuters die rondlopen op de newborn shoot dan dat ik zelf had. Maar ja, je pakt dat op een zodanige goede manier aan dat iedereen op zijn gemak is. Dus. Dat zijn voor mij de drie hoofdpijlers waarom dat mensen voor jou moeten kiezen.